Een vanilleoptie is een financieel product in de vorm van een contract. Het geeft u het recht, maar niet de verplichting, om een onderliggende waarde op een vastgelegde afloopdatum te kopen of te verkopen voor een vaste prijs, die de strike wordt genoemd. Om een vanilleoptie te kopen, betaalt u een premie indien u een positie opent. Dit is uw volledige risico. De premie is onder andere gebaseerd op de prijs en volatiliteit van de onderliggende markt, de afloopdatum van de optie en de strike price. Zodoende kunt u vanilleopties gebruiken om op verschillende manieren te handelen. U denkt bijvoorbeeld dat de FTSE 100 volgende week gaat stijgen. In plaats van de FTSE direct te kopen, kunt u een optie aanschaffen om de FTSE binnen de komende 7 dagen te kopen. Dit heet ook wel een call-optie en geeft u het recht de index te kopen voor de strikeprijs voordat de optie afloopt. Wanneer de FTSE boven de strikeprijs staat, kunt u gebruik maken van uw recht om te kopen voor een lagere prijs dan de huidige. Wanneer de FTSE echter daalt, kunt u uw optie laten verlopen en verliest u alleen uw premie. Als u denkt dat de marktprijs zal dalen, dan geeft het kopen van een put-optie u het recht om een markt te verkopen op de strike. Daarom kunnen opties nuttig zijn voor hedging. U heeft bijvoorbeeld Britse aandelen en u maakt zich zorgen over de economische situatie in het Verenigd Koninkrijk. In plaats van uw aandelen direct te verkopen, schaft u een put-optie aan met een strikeprijs in de buurt van de huidige marktprijs. U kunt verkopen wanneer de aandelenprijs daalt. Zo voorkomt u dat u moet verkopen op de afloopdatum met verlies voor een prijs boven de huidige koers. Wanneer de aandelenkoersen stijgen, verliest u enkel uw premie en behoudt u uw aandelen. U kunt zowel put- als call-vanilla-opties verkopen. In dit scenario ontvangt u de premie uw maximale winst. Indien de strike niet is bereikt voor de afloopdatum, houdt u dat bedrag. Echter, als de onderliggende markt de strike bereikt, is de hoeveelheid die u kunt verliezen voor de afloopdatum onbegrensd. U kunt ook in vanilla-opties handelen, zonder de intentie om de onderliggende markt te kopen of te verkopen. Dat kan doordat de premie verandert na verloop van tijd, afhankelijk van factoren zoals de onderliggende prijs, de afloopdatum en de volatiliteit. Koop een optie met een lage premie en u kunt deze op een later moment verkopen wanneer de optie winstgevender is, kort voor de afloopdatum. U kunt handelen in vanilla-opties bij IG op veel verschillende markten. Open vandaag nog een optierekening om aan de slag te gaan.